Hey, fijn dat je weer kijkt. In deze video ga ik een van de vragen beantwoorden die tijdens de wekelijkse live QA sessies zijn gesteld. Wil je daar de volgende keer bij zijn? Druk dan even op de subscribe-knop. Vergeet het belletje niet, zodat ik jouw vraag de volgende keer ook kan beantwoorden. Heb je meer dringende hulp nodig? Uh, of wil je dat ik jouw bedrijf, jouw business, één op één naar een hoger niveau ga tillen? Stuur me even een bericht op Facebook. De links staan in de omschrijving. Voor nu, veel kijkplezier. Je gaf in een andere video aan dat je geen elektronische artikelen verkoopt of product research naar doet. Waarom is dat? Nou, Zweta of Sweeta, uh, ik hoop dat ik je naam goed uitspreek. Ik heb nog steeds elektrische producten in mijn assortiment. Daar heb ik vanaf het begin mee geëxperimenteerd toen ik begon. Dat was trouwens een van mijn hardlopers in het begin. En dat is, um, ja, dat is voor lange tijd als mijn hardloper gebleven. Echter, als je elektronica verkoopt, um, dan weet je dat daar veel mis mee kan gaan. Of elementen in het product zijn stuk, of, of de bekabeling, of iets vliegt in de fik, of kortsluiting, of wat dan ook. Dus daar zijn een, een boel problemen wat ermee, um, wat ermee gemoeid uh, komt. En dat zijn dingen waar ik uiteindelijk geen zin meer in had. En er zijn zoveel producten. Je hoeft niet per se elektrische producten te verkopen. Ik begrijp dat daar de markt enorm groot naar is. En ik wil ook niet zeggen. Dat je niet moet focussen op je elektrische producten. Want er, er is zoveel potentie erin. Maar wanneer je het doet, doe het dan wel gelijk goed. Uh, zorg voor CE-rapporten. Zorg, ja, zorg ervoor dat je echt weet wat in je machine zit. Um, en zorg ervoor dat je niet high voltage producten gaat verkopen. Alles boven de 5 volt. Dus dat je gewoon een, een, een muis of zo is prima. Een, een webcam is prima. Um, maar iets wat hitte creëert, bijvoorbeeld een föhn of iets met een motor erin, dat is al een stuk gevaarlijker. En zorg ervoor dat je weet waar je mee begint. En, en als, je, als je dat wel doet, zorg voor de juiste papieren, um, zodat je ook gedekt bent. Zorg voor de juiste verzekeringen en zorg voor de juiste bedrijfsvorm. Een BV helpt hierbij ook enorm. Uh, dus als je het doet, doe het dan goed. Dek je goed in. Um, uh, maar het, het is niet jouw enige vorm van, van aanbod. Ergens zoveel beschikbaar, zoals ik zei. Dus alle nieuwe producten waar ik me vanaf nu op focus, zijn niet elektrisch. Kan ik wel. Zal ik waarschijnlijk ook nog een keer doen. wanneer ik iets vets tegenkom met veel potentie. Maar het hoeft eventjes niet voor mij. Ja, ik denk dat het aan de ene kant een experimentele fase is. Aangezien ik. Al die tijd in elektrische producten uh, heb gezeten. Uh, aan de andere kant hoeft het ook niet. De markt is groot genoeg en er is genoeg potentie, waar dan ook. Dus de keuze ligt volledig bij jou, wat je doet. Wel elektrisch of niet elektrisch. Maar dit is in ieder geval mijn mening en waarom ik um, eventjes niet de focus erop leg. Succes. Wacht, voordat je wegklikt, ik wil je wat vragen. Heb je waarde uit deze video gehaald? En zou je meer gratis content van me willen zien? Druk dan even op die like-knop. Dat waardeer ik ontzettend. En ik beloof dan dat ik mijn best doe om meer gratis waardevolle content te plaatsen voor je. Zodat jij er wat aan hebt, zodat ik blij word, jij blij wordt, iedereen blij wordt. Dus druk even op die like-knop. Bedankt.